Ik ga dan proberen gebruik te maken van Adobe. Wacht even, ik heb het opgeschreven. Adobe Premiere of Adobe After Effects? Ja, allebei. Ja, die zijn ook goed, ja, ofzo. Die wil ik allebei gebruiken. Ja, dat zou niet eerst. Want ik had dus ook opgezocht, want ik wist, ik had al dat wel gehoord van Adobe After Effects en zo, dus ik dacht van, dan ga ik dat gebruiken. Maar toen had ik dus even opgezocht, en je hebt dus Premiere en Adobe After Effects. Toen ging ik dus opzoeken van wat dan het verschil was, of welke je dan beter kon gebruiken of zo. En toen was het eigenlijk zo van, ja, dat je ze allebei moet gebruiken, want je hebt... After Effects is zeg maar de Photoshop voor video. Ja, en die andere dat is om het in elkaar te zetten. En Premiere is dan inderdaad aan elkaar vastplakken, weet ik veel. Maar dat gaat natuurlijk wel vet lastig zijn om daarin te komen, dus ik moet even zien hoe ik dat ga doen. Je hebt ook Premiere Elements, hè? Wat is dat dan? Dat is inderdaad om het video's in elkaar te zetten, maar dan... simpeler. Mooie bug damage. Ja, maar wat bedoel je? Elements. Ja, wat is het verschil tussen Premiere en Premiere Elements? Nou, die Elements, dat is wat ga je, is makkelijker. Maar er zijn ook minder functies en dat makkelijker. Weet je, zo ingesteld dat elke idiote er wel kan gebruiken. Ja, maar ik wil wel de volledige versie hebben. Ik ga dan natuurlijk allemaal van die YouTube filmpjes opzoeken en net zo van, ja, dit zit er weer niet in, want dit is de noob versie. Oh ja, van dat je zo'n functie wil gebruiken en dan zegt van, ja, als je dit wil gebruiken, dan moet je kopen. Nee, dat, maar... Zulke programma's zijn heel flauw. Nou, je hebt volgens mij dat programma wat ik gebruik voor muziek in dat Apple Studio. Volgens mij is dat zo, je kunt daar dus ook de demo versie van nemen. Die is dan dus gratis, maar dan, dat is dan volgens mij zo... Volgens mij is het daarbij zo dat als je dan... als je dat gaat gebruiken, dat je dan in de geluiden die erin zitten, dat je daar dan allemaal zo'n soort van ruis doorheen hoort of iets dergelijks. Want weet ik hoe het gaat en dan kill Bart ons straks ineens. Nou, hoe is zij nou weer terug als ik een poosje gewoon? Bart zijn HP toch? Ja, maar ik begon er net al met dat KSI en dat gedoe met YouTube, want dat broodje dat heeft even, die had al vet dure auto's, eentje was een Porsche, nou die heeft nu even een local Lamborghini gekocht. Die zijn allebei echt fucking rijk. Maar die verdienen ook weet ik goed hoeveel per video. Die krijgen dan minimaal al iets van een paar miljoen per video. Nou, dan krijg je dus al iets van een paar duizend euro per video. Een miljoen per video? Je moet zeg maar... Met een paar miljoen views. Oh, een paar miljoen views, ik dacht al. Ja, dus die krijgen dan al een paar duizend euro per video. En dan uploaden ze een paar keer per week. Nou, dan is het... Ja, een miljoen views, dat is wel een duizend euro. We hebben nog iets hoog, omdat ze beter... zeg maar... Maar de prijzen daarvan gaan wel telkens meer naar beneden doordat mensen adblockers gebruiken. Wat is er? Wat is er? Mee?
Adagio, summoner. With perfect tempo. Accelerated movement. With perfect temper. Je zit allemaal buiten duizend zeggen, maar jij hebt jouw duizend is ook leuk. From my mind to yours. Dat weet je toen we nog in brons en zilver zaten en dat het erg leek. Had ik nog een ally has been slain. Adagio, summoner. An ally. Ja, midlane die wordt geowned door de Nunu. Dan weet je alweer hoe laat het is. Meladic. Dan weet je al Meladic. Holy fire cannon! Hoe is dat bijna al stuk? Zou ik door iemand lekker gaan babysitten? Ze gaat alweer dood. Nee, de enemy heeft een slang. En ze staat al 0-4. De hel is dat toch top lane? Nou, er is echt no way dat zij niet aan het duo zijn. Voor mij zit die slang van te trollen. Maar gaat ze gewoon weer een kill geven? An ally has been slain. Dat is in onze palm, hoor. Your turret has been destroyed. Quarter time. Dat gaat niet weg. Wat was dat? Dat was net zo mooi als die pain van vanmiddag. Oh, kom op man. Je had kunnen weten dat ze daar aankwamen. Ik had kunnen weten dat toplane en jungle naar bot gingen komen. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is ook zo flauw. Allebei al boot. Heerlijk. Oh, nu gaan ze bot pushen. Doei.
Nee, hou op man. Moet dit nou? Ja, wat is dat nou weer voor kun? Voor mij kunnen we wel FF'en. Of we kunnen ze wel gewoon laten. Maar alle moordenkuiten aan hoor. Nee. Hebben wij zo'n fucking noob team? Nou ja. Nu kunnen we wel even effen, ja. Daar is geen flash. Hoe waar je bent, hey? Ah, wat een heerlijke permissie, zie je. Ik denk dat je hem wel aan kan in de meen. Als je dat gaat doen, wel ja. Deze game winnen we toch niet meer, neem ik aan, of wel? Nou, weet ik niet. Gaat vanuit van niet. Vader, die zit weer te prutsen ofzo. Ga ik daar even heen.